Eigenlijk, zoals we nu zitten te praten, hopen we een beetje dat u vandaag ook met elkaar gewoon het gesprek aangaat. En ook met elkaar dus gaat zoeken van wat kan wel, wat kan niet. Misschien wel toch dat aanvalsplan 2013 met elkaar formuleren. Iemand die ook meegeluisterd heeft en die ons als laatste gaat toespreken voordat ik straks nog hele praktische mededelingen geef, is iemand die misschien ook wel die werelden mooi in zich verenigt. Want als er iets duidelijk was, ook in het verhaal net, is dat er eigenlijk het altijd om hybride situaties gaat. Mensen die in verschillende werelden werken. En dat geldt zeker ook voor Oscar Kokke, want hij is theatermaker. Maar misschien sommigen van u kent hem ook wel van zijn column in de L. Dat weet ik eigenlijk niet. Ja. Dames en heren, Oscar Kokke. Dames en heren, grote eer om hier te mogen spreken op dit fantastische congres. En wat is het toch ontzettend jammer dat wegens verplichtingen elders de minister nu al vertrokken is. Te meer wegens het feit dat punk en new wave nog altijd de soundtrack van mijn leven is. En ik zal hier een aanvang maken met die, waar toen net opgeroepen werd, de taalstrijd. Dames en heren, voordat ik begin, richt ik graag een kort woord van dank tot mijn gewaardeerde sponsors. Allereerst Wick Anthology, Yarn Unit en Mats Nurgaard, die mij dit pak ter beschikking stelden. Daarnaast dank ik De Zindering, Theatercafé De Bastaard en Chris Vrolijk Holding BV. Ik garandeer u met het hand op mijn hart dat zij zich niet met de inhoud van deze tekst hebben bemoeid. Heeft u ook een bedrijf? En wilt u graag tegen betaling van een pepernotenbedrag voor aanvang van een toespraak door mij genoemd worden? Kunt u contact opnemen via www.oscarkokken.nl of u stuurt mij een mailtje naar post@oscarkokken.nl. Via dat adres was het dat onlangs mij een uitnodiging bereikte. Gestuurd namens het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De tekst daarvan luidde als volgt. Op 3 december 2012 organiseert het ministerie van OCMW wederom de jaarlijkse conferentie Cultuur in Beeld. Dit jaar staat in het teken van het nieuwe evenwicht. U begrijpt dat ik dat mailtje even op me moest laten inwerken. Het nieuwe evenwicht. Las ik dat goed, stond daar inderdaad niet. Hé, godverdomme, het werd een keer tijd, eindelijk eens een keer wat evenwicht. Nee, zwart op wit stond daar het nieuwe evenwicht. Curieus, want wie spreekt van een nieuw evenwicht? Die zegt dat daarmee ook zoiets was als een oud evenwicht. En dat is grappig, want ik begreep weliswaar niet heel veel van die kunstbezuinigingsdrift. Maar als ik wel iets meende te begrijpen van die boete op schoonheid en fantasie, dan was het wel dat men beweerde dat er juist geen sprake was van evenwicht. En het goede nieuws waarmee we dus deze conferentie ingaan, is dat men daarop is teruggekomen. Zei Mark Rutte onlangs nog ruimhartig sorry om al dat geniveleer. Bij de kunsten gaat dat dus iets subtieler. Maar goed, getraind als wij zijn om tussen de regels door te lezen, kunnen wij niets anders dan die excuses van de minister voluit aanvaarden. Fijn dat we het eens zijn. Jammer dat zij andere verplichtingen had. Het nieuwe evenwicht dus. Mooi voorbeeld van beleid dat niet 4 jaar achterloopt op de praktijk, maar zelfs heel veel jaren achterloopt op zichzelf. Want was het niet het cultureel ondernemerschap waarop staatssecretaris Van der Ploeg in de jaren 90 al zoveel nadruk legde? Vandaag de dag staat in dat cultureel ondernemerschap centraal het stuk bejubelde crowdfunding. Want anno 2012 houdt de ondernemende kunstenaar niet meer zijn hand op bij de overheid. Nee, waar ondernemerschap, dat uit zich kennelijk in het bedelen bij burgers. Wat zeg ik, bedelen bij burgers? Was het in godsnaam maar waar?
De realiteit is dat de crowdfund portemonnee in veel gevallen niet getrokken wordt door vermogende liefhebbers of leken, maar door armlastige collega-kunstenaars, programmeurs, dramaturgen, docenten en publiciteitsmedewerkers. En volgens de cijfers stroomt elk jaar een klein miljoen de sector binnen dankzij dat gebedel. Maar dat is een grote denkfout. Dat geld is namelijk al binnen. Nieuw is hooguit dat we dat nu eens als een tekening van Escher eindeloos rond blijven pompen. En zo staat die kunstenaar nog altijd niet op eigen benen, maar leent hij telkens een setje benen van zijn collega. Valt er dan werkelijk niks te verdienen aan crowdfunding? Ja, wel degelijk. Kijk maar naar Voor de Kunst. Voor het financieren van die website ontvangen de bedenkers enkele tonnen per jaar. Laat er gerust even uw gedachten over gaan. Een website die een klein miljoen aan particulier geld binnenhaalt, een klein miljoen dat verdeeld moet worden over enkele honderden kunstenaars, daaraan verdient een tweemansbedrijf enkele tonnen. En uitgerekend die tonnen, die komen dan ironisch genoeg weer niet uit crowdfunding, maar uit subsidie en belastinggeld. Nou, sinds vandaag hebben we daar tenminste een mooie term voor: nieuw evenwicht. Wat we vanuit onze gewoonte niet lijken te begrijpen is een fundamentele probleem van die crowdfunding. En dat is namelijk dat de mensen die kunst een warm hart toedragen, maar niet zo diep in de culturele sector zitten, nooit uit zichzelf naar een site zoals Voor de Kunst zouden gaan. Ook kennen zij doorgaans de kunstenaars niet persoonlijk. Wel gaan zij vanwege hun liefhebberij naar het theater of naar musea. Daarvoor kopen ze een kaartje bij de kassa of via internet. En dat is de plek waar hun portemonnee getrokken wordt. En waar het dus ook de plek is waar zij verleid moeten worden om dat extra steentje bij te dragen. Tot dat besef kwam ik laatst toen een van mijn sponsors wat vrienden had meegenomen naar mijn show. Na afloop stelde een van hen een verrassende vraag. Jouw show is veel te goedkoop, zei hij. Het is mooi dat je het daarmee laagdrempelig houdt en voor mensen met een kleine portemonnee. Maar wij, en hij wees toen naar de verzamelde mannen en vrouwen om hem heen, wij willen graag bij de kassa wat meer betalen. Hoe doen we dat? Mijn reactie verraste hem dan weer. Dat kan niet, zei ik. Zijn verwondering kon niet groter. Deze man was de vleesgeworden tijdgeest. Hij wil de eigen verantwoordelijkheid. Hij wil niets moeten. Hij wil geen verplichtingen. En het zal u niet verbazen dat hij sterk gekant zou zijn tegen het idee van inkomensafhankelijke ticketprijzen. Waar hij wel van houdt, is gemak en het maken van eigen keuzes. En een van die keuzes is zijn liefde voor kunst. En net zoals hij niet wil dat anderen misbruik maken van subsidie die ze niet nodig hebben, zo wil hij dat zelf ook niet doen. Hij heeft de subsidie op zijn kaartje niet nodig. En wil dus best wat meer betalen. Maar helaas, onze systemen laten dat niet toe. Er zijn opties voor kortingen, maar geen opties voor bonussen. En mijn potentiële sponsor begreep dat niet. Hij vroeg mij daarom om als theaterschrijver in zijn huid te kruipen en namens hem het woord tot u te richten. Ik zei, dat heb ik strikt genomen al gedaan, want geen woord hiervan heeft u letterlijk zo gezegd. Klopt, antwoordde mijn nieuwe personage, maar het kan nog explicieter. Vooruit, zei ik, en daar ging ik. Dames en heren, ik vraag u, maak het mij makkelijk. Laat mij alsjeblieft meer betalen. Ik wil wel. Nu u nog. Want alleen dan krijgen we zoiets als echt nieuw evenwicht. En dan nog iets, zei mijn potentiële sponsor. Ik weet dat veel van mijn collega-ondernemers zeggen dat zij het niet als hun taak zien om alle gaten van Halbe Zijlstra te vullen. Gek is dat. Wij als ondernemers stemden per slotverrekening zelf op de partij die dat in het programma had staan. Die gaten dichten, dat is wel degelijk onze taak. Het zou mooi zijn als het kabinet na alle woorden over subsidieinfusen
ook hier nog even een klein lansje voor zou willen breken. En dan bij voorkeur onder het motto: burgers van Nederland, neem het heft in eigen hand, doe het zelf, nivelleer nu eigenhandig uw inkomen. Dank u wel. Dames en heren, Oscar Kokke.